Lekker blijven zitten. Het was even spannend of het paalzitten in Lambertschaag dit jaar nog wel door zou gaan. Maar het is gelukt. Vrijdagmiddag begonnen 15 mannen aan de uitdaging. Vanmorgen zaten er nog maar 11. Het doel van deze 15 paalzitten is om het record van vorig jaar te verbreken met 1 minuut. Dus dit jaar gaan ze 52 uur en 35 minuten zitten. Van de familie Flemings hebben €88 gedoneerd jullie allebei. Buurmannen Robin en Marco zitten om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF. De vrouw van Robin kwam op het idee. Het evenement dreigt in het water te vallen, want ze hadden eigenlijk niet genoeg zitters. En dan is het zo vervelend als het helemaal niet doorgaat. Dus ik had het idee, nou jongens, dan moeten jullie het gaan redden. En nou ja, daar kwam toch echt wel een echte actie uit. En ze gingen zitten, maar dan wel had de buurman bedacht, dan gaan we er ook een goed doel aan verbinden. Zondagavond om precies 21:55 kan het record van vorig jaar worden overtroffen. Maar de jongens die krijgen morgen of vannacht wel een dippie. Dus dan moeten we ze er even doorheen trekken, zeg maar. De buurmannen Robin en Marco zijn inmiddels afgehaakt. Ze hebben ruim €400 opgehaald voor het goede doel.